Beste kijkers van CryptoCoinTalk, leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie meenemen in een nieuwe video. De allereerste video van 2022. Bij deze wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen en ik hoop dat we met z'n allen gewoon een knallend jaar van kunnen gaan maken. Met name op het gebied van traden en investeren dat we gewoon lekkere winsten met z'n allen kunnen gaan boeken. Dus we gaan mooi voor een groen jaar. Um, voordat we met deze video gaan beginnen, wil ik je eens vragen om een like achter te laten onder deze video als je dit soort content kan waarderen. En laat ik vooral in de comments eventjes weten wat voor type content jullie graag dit jaar van ons willen zien. Dan kunnen we daar naar kijken en kunnen we wellicht enkele topics daarvan uitpikken en die behandelen in komende video's. Um, ja, dan gaan we nu beginnen met de analyse en we trappen hem vandaag weer af met Ethereum. Ethereum is de afgelopen weken relatief zwak geweest, een beetje consolidatie gehad en we lijken die toch een ja, stapje terug te gaan doen. Um, weekly close is, al, is altijd gewoon belangrijk. We hebben natuurlijk de weekly level op de 3923 nog. Mochten we daar op de weekly gaan sluiten en de candle close sluit dan om 1 uur s'nachts. Um, ja, dan denk ik dat we toch een klein stapje terug gaan doen. En dan zouden we zelfs dus mogelijk richting de ongeteste weekly demand op de 3417 tot de 3048 kunnen gaan bewegen. En daar verwacht ik eerlijk gezegd wel een bounce. En ja, dat is nog wel een stukje down. Uh, procentje of 1112 zou wel kunnen. Um, ja, ik denk dus wel dat we daar steun gaan vinden. En als we nog een timeframe lager gaan kijken. Dan is ook goed te zien dat we lokaal inderdaad omlaag in de trenden zijn. Als we gewoon puur kijken naar de highs en de lows. Met name de swings. De high, low, lower high. Zetten we hier een lower low neer. Lower high, lower low. Um, zolang die constructie niet kantelt. Ga ik er dus ook gewoon vanuit dat we dat blijven voortzetten. Dus de kans is gewoon groot dat we dit doen. Ergens afwijzen. En nog een push omlaag maken. Om hier de liquiditeit op te halen. Onder deze low. Uh, die ongeteste demand terug te testen. Wellicht zelfs hier op die uh, daily demand support te vinden. Terug boven de low te sluiten. Als je dan terug test en de push omhoog maakt, hier kun je dan de entry gaan nemen. Dus ik ben ook best wel geïnteresseerd om hier long te gaan spelen op Ethereum en wellicht zelfs een stukje spot voor de wat langere termijn te kopen. Um, dus short term, denk ik persoonlijk dat we nog iets met downside gaan zien op Ethereum. Uh, liquiditeit ophalen, terug boven de 3.503 sluiten. En als we dat doen, dan denk ik persoonlijk dat we uh, ja, toch de bovenkant erop gaan zoeken. Nou, hier staat nog liquiditeit open. Die kunnen we gaan ophalen, zoals dat zo mooi heet. In deze vorm ongeveer. En dan zou je daarna wellicht zelfs verder omhoog kunnen gaan pushen. Richting de huis die daarboven liggen. Uh, de 4.150 die wordt dan interessant als we hier liquiditeit hebben opgehaald. Daarboven ligt dan de 4.488. En wellicht zouden we zelfs de 4778 kunnen opzoeken. Uh, vooralsnog is dat een beetje ja, te vroeg om daarover te spreken. Laten we eerst maar gewoon hier de low opzoeken, zoeken, liquiditeit ophalen, de boven sluiten en dan die push omhoog gaan maken. En dan ziet het er allemaal redelijk uit voor Ethereum. Um, en verder, ik zou hier nu niet te veel gaan doen. Ik zou echt wachten dat we hier die liquiditeit op gaan halen. Of uh, als we lokaal iets van een kanteling constructie gaan laten zien. Dat we namelijk een nieuwe lokale high neer creë uh, creëren. High alone neerzetten, push omhoog maken en dan kun je hier dus een entry gaan nemen. ja Doen we dat niet, blijft dan lekker van Ethereum af op dit moment. Want het ziet er gewoon niet zo... Um, ja, je kan er gewoon geen lekkere trades op dit moment op pakken. Gaan we door naar Ethereum BTC. Ja, high time frame ziet er gewoon nog steeds super bullies uit. Hè? We hebben zoals hierboven een higher high gecreëerd. Hebben we uiteindelijk hier wel resistance van ondervonden op de 0.084. Uh, hebben we een rejection laten zien, push omlaag gemaakt en nu lijkt wie iets van steun te gaan vinden? Uh, persoonlijk ben ik nu niet geïnteresseerd in een entry. Uh, waar ben ik dat wel? Op deze weekly demand op de 0,072 tot aan 0,070. Mochten we daarheen gaan bewegen, ben ik op zich wel geïnteresseerd in een, uh, in een swing trade. Maar als we een timeframe laag gaan kijken, dan ja, zie ik niet echt iets van prijsactie waar je goed op kan anticiperen. Um, dit is namelijk al meerdere keer getest. Je hebt hier lokaal een low low neergezet. Low, high, low low. Dus de kans is gewoon dat we hier ergens uh, weer rejection gaan vormen. En die push omlaag weer gaan maken. Dus ik ben persoonlijk hier niet echt geïnteresseerd in een positie. Uh, dit is allemaal dicht getest. Daar ben ik ook niet in geïnteresseerd. Maar dus is wel die weekly demand. In combinatie met hier die daily demand. En dat maakt het wel interessant om hier te gaan kijken naar een entry. Dus rond de. 0.0711 Daar ben ik op zich wel geïnteresseerd in een lange termijn uh, swing trade positie voor Ethereum BTC. Um, hier in de hogere ranges eigenlijk niet echt, want ik zie gewoon niet echt een duidelijke setup. En ik wil gewoon graag een duidelijke setup hebben, anders speel ik hem gewoon niet. Gaan we door naar XRP. En XRP ziet er eigenlijk nog best wel goed uit. Um, ik zeg dat niet vaak, maar uh, dit keer is het toch echt wel zo. Het ziet er gewoon goed uit. Um, een tijdje geleden hebben we al dit weekly level, dus gewoon de voorgaande high, die hebben we getest als support op de 0.621. Uh, die hebben we teruggetest en een push omhoog gemaakt. Daarmee hebben we ook op de daily zelfs gewoon boven deze zone gesloten. En die hebben we nog steeds dus gewoon in stand gehouden. Um, je mag er altijd onder ja, dat kan ten koste gaan van je stoploss, maar in principe is de hele setup is gewoon nog intact. Dus we houden nog steeds uh, deze daily demand vast op de 0.81 tot aan 0.77. En zolang we dat doen is er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Want wat zijn we hier lokaal aan het doen? We hebben gewoon weer een low gecreëerd. Een high. En we zouden hier dus ook gewoon weer een higher low kunnen neerzetten. Om dus weer die push omhoog te gaan maken. Dus ik vind XOP daar helemaal niet zo gek uitzien. Uh, persoonlijk kijk ik dus ook gewoon omhoog zolang we hier de support weten vasthouden. Belangrijk is dus wel dat we... Ja, ik zie me liefst boven dit level blijven. Boven de 0,79. Als we dat doen, ziet het er gewoon goed uit. En kijk ik persoonlijk gewoon omhoog. Ga je hier de loop breken? Ja, dan ga je gewoon een push omlaag maken. Richting de 0,62. Dus hou daar wel rekening mee. Gebruik een stoploss. Uh, maar vooralsnog ziet het er gewoon goed uit. Um, XRP BTC. Ja, een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè. Is zelfs al bullish gekanteld. Dit was een beetje het. Uh, ja, het main scenario wat ik in gedacht had, en dat is tot nu toe gewoon perfect aan het uitspelen. Want we hadden namelijk hier lokaal iets uitgetest, lokale high-high neergezet. Wat wil je dan doen? Je wil ergens een high-low vasthouden. Die hou je dus hier mooi vast, zet je een high-high high neer, en lijkt je nu dus weer een high-low neer te zetten. Dus we zijn nu gewoon lokaal bullish aan het kantelen, bullish aan het trenden. Dus ik kijk dus nu ook gewoon nog steeds omhoog. Wat zou je dan terug kunnen testen? Uh, even kijken. Uh, uh, deze high is interessant om terug te testen op de 1956 sats. Kom hier voorbij, en dan pas ga ik verder kijken naar hogere targets. Waar zouden we dan heen kunnen gaan? Ja, ik vind dit allemaal niet zo interessant. Hier zouden we heen kunnen gaan bewegen op de 2168 uh, sats. Uh, vervolgens zouden we hier de supply op kunnen gaan zoeken op de 2514 ongeveer. En daarna pas ga je echt een stuk hoger kijken. Tot nu toe uh, ja, hou ik er gewoon rekening mee dat we hier in de lokale range blijven treden. En pas als we hier echt uit gaan breken, high high neerzetten. Uh, ergens een high low misschien. En dan pas echt die push omhoog gaan maken. Tot die tijd ben ik gewoon conservatief met targets. Dan zou ik ook niet te extreem omhoog gaan kijken. Want ja, de markt is gewoon niet zo heel gunstig voor altcoins op dit moment. Maar over het algemeen, XRP is een van de weinige altcoins die er serieus gewoon goed uitziet. Ehm... Um, ja, wat wil je graag vasthouden? Ik denk uh, deze Daily Demand hier. Dus rond de 1694 zats. Zolang je hier boven blijft, is er weinig aan de hand. En kijk ik persoonlijk gewoon omhoog op XRP. En dat ziet het er gewoon super goed uit. Um, tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam? Laat dan eventjes een like achter. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.